Welkom bij... Pretpark Summerfest! Ik vind het niet leuk voor mezelf, maar die Joya en die Emma, ik vertrouw ze niet. Ze blijven YouTubende, acterende TikTokkers. Ben ik echt die achtbaan ingeklommen? Wat als ik gevallen was? Ik moet die advocaat spreken. Laten weten dat dit serieus is. Als deze beelden uitkomen, Elijah, dan hebben we een serieus probleem. Ik wil de beelden zien. Nee, eigenlijk niet. Ik weet niet of ik dat aan kan. Als dit viral gaat, dan kunnen wij dit park nog sluiten voordat we open zijn. Waar is Nienke in godsnaam? Weet ik niet. Nou, jij gaat haar zoeken, want zij is verantwoordelijk voor deze blamage. Dit kan niet ongestraft blijven. Nienke? Nienke, laat eens van je horen. Daan is nogal opgefokt. Over. Hoe weet je die code? Wie zijn jullie? Wat moeten jullie hier? Wij horen hier. Wat willen jullie dan? Dat er doden gaan vallen? Het is nu elke keer goed gegaan, maar het scheelde echt niks. Je ziet het helemaal verkeerd. Wat zie ik dan verkeerd? Jullie laten attracties op hol slaan. Zorg ervoor dat mensen boven in een karretje in de achtbaan vast komen te zitten. Dat is toch levensgevaarlijk? Wat zie ik dan verkeerd? Wij willen jullie alleen maar helpen. Voor Daan. Daan? Wat wil Daan dan dat het misgaat? Ik snap er helemaal niks meer van. Nienke, nogmaals, geef antwoord. Waar ben je? In de controlroom? Over. We moeten hier weg. Ja. Zeg nou, wat heeft Daan hiermee te maken? We hebben al te veel gezegd. Meekomen. Nee, meneer Liepenveld, Hausenbach, Hogendoorn-Hiemstra. Het is als volgt. In het contract staat heel duidelijk dat de boete voor het onrechtmatig verspreiden van beelden met betrekking tot pretpark Summer Vibes 1 miljoen euro bedraagt. Hoezo niet rechtsgeldig? Onder druk gezet? Nou, daar is echt geen sprake van geweest. Ik heb nog gezegd, slaap er een nachtje over. En dat hebben ze gedaan, geheel vrijblijvend op mijn kosten. En de volgende ochtend hadden ze het contract getekend. Dus hier is absoluut geen sprake van pressie mijnerzijds. Luister, meneer Liepen, et cetera, ik ga als een havik op die socials zitten. En als er ook maar iets uitkomt wat tegen de afspraak is, dan kunnen jullie van mijn advocaat verwachten. En die heeft ook 4 achternamen, minstens. Prettige dag nog. Nummer 53. Elijah, je hebt ook je eigen kleren weer aan. Hartstikke goed. Vertel. Ik kan Nienke nergens vinden. En op mijn oproepen via de walkie-talkie reageert ze niet. Shit. Ja, ik vrees dat ik een beetje te hard voor haar ben geweest. Nienke is heel gevoelig. En dat had ik beter moeten aanvoelen. Nou ja, leermomentje voor mij. Lieve Nienke, waar je ook bent, weet dat ik je hoor. Meld je even. En laten we dan samen het kronkelige pad naar wederzijds begrip bewandelen. En lieve Thomas en Rutger, blijf alsjeblieft in het huisje. Ik kom naar jullie toe. Ik ga jullie helpen. We doen dit samen. Together. Raar, hè, van Nienke, dat ze is weggelopen. Ja, dat is niks voor haar. Ze zou me nooit in de steek laten. En als ze weg zou lopen, zou ze me dat 100% zeker vertellen. Weet je wat ik 100% zeker weet? Dat die clown en zijn enge vriendjes hier meer van weten. Ja, daar ben ik ook bang voor. Geloof je me? Dat is echt het allerbeste nieuws ooit! Oké, kom, ik wil je wat laten zien. Luister. Jullie hebben een angst opgebouwd voor spookhuizen. En ik kan me daar persoonlijk niets mee voorstellen. Maar mijn mening doet er niet toe. Ik ga jullie van deze angst afhelpen. Luister. Dit werkt alleen als jullie je willen inzetten.
Dus ik ga jullie vragen je over te geven. Overgeven? Je bedoelt van... Maar als jullie je als twee kleine kinderen willen gedragen, vind ik dat prima. Maar als jullie willen genezen, dan zullen jullie toch echt wat volwassener moeten worden. Dus ik ga het jullie nog één keer vragen. Willen jullie mij volgen en beter worden? Ja, toch? Ja, natuurlijk. We ja. zullen niet meer lachen, beloofd. Ik heb hier een prachtige steen. Ik wil u vragen deze steen te volgen. Nee. Niet naar elkaar kijken. Naar de steen, kijk zo. Met je ogen volg je. En je merkt dat je ogen steeds zwaarder en zwaarder worden. En als ik zo dadelijk in mijn vingers knip, dan vallen jullie in een diepe, diepe slaap. Ben je daar? Nienke, meld je over... Wat? Ik hoor iets. Nee, ik hoor het niet meer. Nienke, hallo? Wat? Praat ze door, Nienke, meld je over. Wacht. Nienke, hallo, ben je daar? Het komt hier vandaan. Wacht, gastjes. Laat eens. Hallo. Daar. Dit is niet goed. Nienke zou nooit zomaar de walkie-talkie die borstjes insmijten. Nee, dat weet ik. Ik zei ook al dat er iets niet klopte. Nou, ik ga Daan waarschuwen. Nee. Niet doen. Dit is een grap, toch? Wat is dit? Hij slaapt echt. Weet je wat? Toen ik een klein kind was, ben ik een keer van mijn fiets gevallen. Op zo'n stoeprand, ik had een tand eruit, schaafwonden echt overal. Oeh, dat klinkt heel pijnlijk. Ja, weet je wat de dokter toen zei? Gewoon weer gelijk die fiets op, anders doe je het nooit meer. Slim, ja. Dus? Wat dus? Dat is precies wat wij moeten doen. We moeten gelijk terug dat spookhuis in, anders doen we het niet meer. Nou, dat is een heel goed idee. Vooral als jij dan als eerst gaat. En als dat allemaal goed gaat, dan volg ik later. Nee, we moeten dit gelijk doen. Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt. Of heb je misschien liever dat Daan ons weer onder hypnose gaat brengen? Nee, dat lijkt me niet echt een goed idee. Oké, ja, je hebt gelijk. We gaan. Ja. Wat is er? Wacht, ik wil nog één ding proberen. Oké. Als ik in mijn vingers knip, ben jij een... Nou, Rut, niet doen. Dat zou hij toch ook nooit bij ons doen? Het is toch lachen? Nou, het was te proberen. Kom. Waarom wil je niet tegen Daan zeggen dat we de walkie-talkie van Nienke hebben gevonden? Nou, wacht. Kunnen we Daan wel vertrouwen? Wat? Denk je van niet dan? Je denkt toch niet dat Daan iets met het gedoe te maken heeft, of wel? Dat geloof ik echt niet, hoor. Nou, ik weet het niet, maar... Stel dat we wel tegen Daan zouden zeggen, hij gelooft ons toch niet. Ja, dat is waar. Oké, nou. Check jij daar, dan check ik die. Ja. Wat is dit voor plek, joh? Watermelon sugar, strawberries, on a summer evening. Gaat het? Ja. En met jou? Ja, de eerste keer is altijd het ergst. Laten we gewoon heel het spookhuis doen. Van hier tot de uitgang, dan hebben we het gehad. Is goed. Oh. En met het licht aan is het toch een stuk minder eng dan in het donker. Weet je wat nou gek is? Ik weet niet eens zeker of we dat spookfiguur nou echt gezien hebben. Raar, hè? Ik heb dat dus ook. Nou,
Hey, voor wie zijn deze caravans eigenlijk? Ik heb echt geen idee. Maar Daan denkt dat de vroegere medewerkers hier dan sliepen tijdens het seizoen. Ja, dat zou kunnen, toch? Ja. Maar ja, hier is niemand, dus... Wacht maar. Daar ben ik nog nooit geweest. Val best mee, toch? Ja, je had gelijk. Gewoon meteen in de diepe, dat werkt echt veel beter. Echt, hè? Maar ik ben wel blij als we zo meteen weer bij de uitgang zijn. Ik ook. En sowieso werkt het veel beter dan die domme hypnose vandaan. Absoluut. Prima dat het helemaal spiritueel is geworden, maar ik heb er niet zoveel mee. Gezien. Hey, hier wonen wel mensen, denk ik. Ja, maar van hoe lang geleden is dit? Eeuw. Het is nog warm. Dus het kan niet heel lang geleden zijn. Gadver, er wonen hier mensen. Daar lijkt het wel op, ja. Wow. Wacht eens even, hoor je dat? Oké. Nienke! Wie ben jij en wat doe je hier? Luister vriend, beter ga jij meewerken, want ik zit op kickboksen. En als je dat niet doet, dan ga ik je gebruiken als stootkus om mijn kicks op te oefenen. Dus. Ik ben een scare actor. En dat is? Nou, het woord zegt het al. Een acteur die erin gespecialiseerd is om mensen bang te maken. In spookhuizen dus. Ik werk hier al 20 jaar. Hier? In dit spookhuis, ja. Dit is mijn spookhuis. Hé, hey, ho, jouw spookhuis. Doe niet zo bezitterig, hè? Het park is niet eens open. Nou, binnenkort wel. En ben je hier alleen? Nee, we zijn met z'n drieën. De clown, het standbeeld en ik. En wat doen jullie hier? We bewaken het park. En waar zijn die clown en dat standbeeld dan? Ook hier. Op het park? Mm-hmm. Jij gaat ons nu naar hen toe brengen. Oh, Nienke. Het is Daan. Hij zit hierachter. Zie je wel, ik zei het al. Daan? Als ik in mijn vingers knip, dan word je wakker. Hé, jongens, stop. Laten we gewoon vertellen wie we zijn. Het heeft al lang genoeg geduurd. Wat? Het is Daan. Hij zit hierachter. Het is allemaal zijn schuld. Wat? Waar heb je het over? Oh, hou je mond aan. Het is al erg genoeg wat jij hebt gedaan. Wat gebeurt hier allemaal? Jongens, ik ben verbijsterd. Daan zit hierachter. Dat kan niet anders. Maar ik heb gewoon nog bewijs nodig. Dus laten we met z'n allen alle aanwijzingen tegen Daan op een rij zetten. We kunnen dit samen oplossen. Ga nu naar mijn blog op septdetective.nl. Ik reken op jullie.